Nou ja, kijk, wij spreken morgen met de leden. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. En ik denk, de leden laten zich echt niet iets goeds afpakken omdat rechts iets gelekt heeft. Weet je, ja, laten we dat nou ook niet belangrijker maken dan het is. Het is gewoon een goed voornemen. Ik zie ook geen meerderheid van leden die dit niet zouden vinden. We zien al jaren kiezersmeerderheden van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Ik bedoel, ik help niet graag politici hier aan tafel. Sorry, Mark. Maar ja, de waarheid ik moet hier wel. Mevrouw Ploemen spreekt mij aan, dus ik ga dat toch heel even toelichten. Het klopt, we peilen het al jaren. En soms wil de ene partij niet, soms wil de andere partij niet. De partij die het kleinst is, die wil altijd wel. De partij die het grootst is, die wil altijd niet. Zo gaat het al jaren. Laten we dan zeggen dat je soms wat hulp van buitenaf nodig hebt om tot dingen te komen. Nou ja, kijk, zoals ik heb beloofd van... ook na de verkiezingen wil ik samen optrekken met een andere linkse partij. Ja, dan moet je ook wel gaan vertellen hoe je dat gaat doen. Nou, is het zo dat de vorige keer dat de PvdA samen met Mark Rutte in een kabinet zat, was dat geen succes. De grootste verkiezingsnederlaag in de geschiedenis van de partij is voor veel mensen nog steeds een trauma. Waarom wilt u in vredesnaam weer met Mark Rutte regeren? Nou, ik zou eerlijk gezegd liever helemaal niet meer met Mark Rutte willen regeren. En ook niet met de VVD. Maar laten we de waarheid onder ogen zien. Ze hebben de verkiezingen gewonnen. En als er een kabinet komt in Nederland, als ze tenminste een keer bereid zijn om te gaan praten, dan zit de VVD daarbij. Ja, want dat zit u wel dwars, hè? Dat ze niet willen praten. Ja, nou ja, ik ben niet tot de inhoud komen. Nee, want weet je, kijk... ik weet niet of we eruit gaan komen als we aan tafel komen. Misschien moeten we halverwege wel constateren, dit wordt niks. En dan lopen we weer weg. Ja. Maar er is nog geen enkel gesprek geweest over de inhoud. Nee, maar... En natuurlijk is dat frustrerend, niet alleen voor mij, maar voor het hele land. Alles ligt stil. Ja, u zegt...